om vast te draaien. Ik vind het echt heel spannend zo. Ja, is het ook. Ik vind het ook spannend. Maar het zal allemaal, jullie zijn niet allemaal even lang. Dus we gaan het gewoon eventjes uitproberen. Maar anders zijn jullie ook wel goed te verstaan, denk ik, voor de rest. Maar voor wie wil, versterkt. Gaan we... Maar we zullen gewoon beginnen. Ja, natuurlijk. Ik wil mensen wel verwerken komen. Nou, welkom. Ja, welkom. Ja. Zal ik als eerst even voorstellen? Ik ben Carlijn, ik zit hier niet meer op school. Ik studeer nu Nederlands en vandaar dat dit ook een beetje overlapt met mijn studie. En vorig jaar heb ik hier VWO afgerond, dus ik heb dit jaar besloten om een groep schrijvers tot hier te leiden. Omdat ik vorig jaar ook literaire avond heb georganiseerd en meegeholpen. En dat vond ik eigenlijk wel leuk om dit jaar weer te doen, dus vandaar. Ja, ik ben Daan en ik zit hier wel nog op school. In de vijfde. En ze hebben mij gevraagd of ik mee zou willen helpen met het presenteren. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. De avond gaat er ongeveer zo uitzien. We hebben een flink aantal leerlingen hier op deze school zitten. Die toch wel echt schrijftalent hebben. In allerlei verschillende manieren. En allerlei verschillende vormen. Dat gaan we vanavond zien. En het idee is, ze komen hier een stukje voordragen. Of ze komen hier ergens een stukje voordragen. Dan zitten wij hier straks hier aan de andere kant. En als ze klaar zijn, willen we een klein kort interviewtje met ze. Dus een paar vragen aan te stellen. En dan is de volgende persoon aan de beurt. Wat ik wel heel leuk zou vinden is. Wat ik wel heel leuk vind is dat de avond wordt geopend door onze rector, meneer Van Dijk. Dus ik zou aan u willen vragen of u. Ja, iets. Ja. Of niet, wat u wil. Ik mocht alleen maar komen als ik open deed. Dus. Iedere zaterdag namen mijn ouders ons mee naar de bibliotheek en mochten we 3 boeken meenemen. De bibliothecaresse was hier heel strikt in. Ik herinner me nog het gevoel van spanning, zoveel boeken om uit te kiezen. Maar waarom moest ik selecteren? Hoe kon ik voorkomen dat ik met boeken thuis kwam die tegen zouden vallen? Hoe kwam ik dan de week door? Praat over de tijd voor internet. In de 6e klas van de middelbare school veranderde dat plots. Plechtig overhandigde de lerares Nederlands mij een gestencelde lijst met daarop wel 120 titels van boeken. De officiële boekenlijst waaruit je boeken moest kiezen voor je mondeling. Dit waren niet zomaar boeken. Dit was literatuur. Boeken die waardevol waren. Boeken die, al dus mijn lerares, mijn leven zouden veranderen. Een groot voordeel van het 6e leerjaar was dat het maar kort was. Na je examen had je geen verplichtingen meer en bleef je bibliotheekpas gewoon geldig. Wauw. Ik begreep al snel dat ik helemaal niet hoefde te kiezen uit deze boekenlijst. Ik kon gewoon al die boeken lezen en dat deed ik. Heel systematisch werkte ik de lijst af. Omdat de bibliotheek in mijn woonplaats niet de allermodernste was, ging ik iets sneller door de vooroorlogse dan door de naoorlogse literatuur heen. En dit was geweldig. Ik genoot zowel van de boeken als van het afstrepen van de lijst. Zou mijn leven nu inderdaad gaan veranderen? En dat gebeurde. Bij het lezen van het boek Eline Veren van Couperus. Toen ik dat uit had, ging ik het nog een keer lezen. En daarna nog een keer. En waarom eigenlijk? Ik wist het niet. Na 1 bladzijde werd ik het boek ingezogen en was er geen weg meer terug. Ik las niet meer, ik leefde het boek. Ik leed mee met Eline, ik beleefde Otto's verliefdheid, ik liep door het huis van George en Marie en had innig medelijden met Frederik. Alle karakters werden mijn vrienden, of beter gezegd, ik werd een beetje alle personen uit dit boek. Couperus liet mij niet meer los. Ik ging heel veel van Couperus lezen. Gelukkig waren zijn boeken eenvoudig en goedkoop op rommelmarkten te krijgen, dus al snel had ik 1 meter boeken van Couperus in huis. En nu ontdekte ik hoe veelzijdig deze schrijver was. Couperus had een bijzonder leven. Hij was een homoseksuele schrijver in een tijd, we praten over 1863 tot 1923, waarin homoseksualiteit voor de meeste mensen niet bestond, laat staan dat het toegestaan was. Couperus koos voor de levensstijl van een dandy. Hij reisde de wereld rond met koffers vol kleedjes, kussens en serviesgoed, zodat hij in iedere hotelkamer altijd zijn kamer stijlvol kon inrichten. Bij wie hij ook op bezoek was, altijd dronk hij uit zijn eigen fijn porseleinen kopje. Couperus was met zijn nicht Elisabeth getrouwd en dat was met recht een win-win situatie. Hij voldeed aan de morele plicht uit zijn familie om te trouwen en Elisabeth, die dreigde over te schieten, kreeg door het huwelijk toch nog de kans om het ouderlijk huis te verlaten. Ze deelden hun passie voor reizen, waarbij ze aparte slaapkamers betrokken. Dat gold in die tijd voor heel chic. Voor een hedendaagse lezer is het al snel duidelijk dat Couperus meer voor mannen dan voor vrouwen voelde.
Mannen worden gepassioneerd en met veel aandacht voor lichamelijk schoon beschreven. En als Couperus een vrouw beschrijft, dan gaat het over haar jurk, het kant, de sleep en haar sieraden. Eens schreef Couperus een historisch roman over een Romeinse keizer, die aldus, Couperus, in een vrouwelijke ziel in een bijzonder schoon en mannelijke vorm had. Zo bekoorlijk en innemend en prachtig dansend, dat geheel het leger van ruwe soldaten hem aanbad. Dit dansen en aanbidden wordt in dit boek, Een Berg van Licht, zeer uitgebreid beschreven. Elisabeth had wel door dat haar man nu toch iets te ver ging en schreef een inleiding bij het boek, waarin ze schreef dat wat de hedendaagse lezer mogelijk als liederlijk of immoreel beschouwt, was in de oudheid geheel natuurlijk, gewoon en lofrijk. Men mocht eens denken. En waarom was en ben ik nu zo gefascineerd door zijn boeken? Voor mij zit het niet alleen in de beeldende beschrijvingen. Als Couperus de bloeiende kersenbomen in Japan beschrijft, dan zie je niet alleen de bloesem, maar dan ruik je het ook. Het zit niet alleen in zijn historische verhalen of Haagse intriges en in de humor die je heel subtiel door de regels, tussen de regels doorleest. Het knapste vind ik dat Couperus een psycholoog was in de tijd dat het vak psychologie nog moest worden uitgevonden. Couperus was een kenner van mensen, mannen en vrouwen, en kon zich feilloos verplaatsen in hun denken en doen. Zijn hoofdpersonen kon ze nog zo wispelturig, stug, onbereikbaar of hysterisch, dat waren mensen in die tijd nog alles, zijn, je gaat van ze houden. Vorig jaar zat ik met Marjan Sikkema aan tafel, onze collega Nederlands. Wij ontvingen kandidaten voor een tijdelijke vacature Nederlands. We hadden verschillende mensen achter elkaar uitgenodigd en bevroegen ze over hun manier van lesgeven en waarom ze lesgeven en omgaan met leerlingen leuk vonden. Maar we werden een beetje wanhopig. Want we waren al aan ons laatste gesprek toe en waren niet echt gelukkig geworden van de voorgaande kandidaten. Maar deze leek ons wel een goede leraar. Op het eerste gezicht een beetje verlegen. Hij was bevoegd als leraar, maar nog niet voor het vak Nederlands, ook al gaf hij er al wel les in. Zodoende vroegen wij uitgebreid door. Tot hij plotseling zei, ja, maar voor mij is de enige en grootste schrijver Louis Couperus. Ik streef ernaar iets van mijn passie voor deze schrijver aan de kinderen over te brengen. En vervolgens weidde hij uit over wat er wel niet te leren was van Couperus' boeken. Hij werd lyrisch. Zijn ogen schitterden en hij begon helemaal te stralen. Marjan en ik keken elkaar aan. En we wisten allebei dat we een nieuwe collega hadden. Een heel goede. Nou goed, dan gaan we verder met de opening, namelijk met een openingsgedicht. Door Margreet. Margreet is hier docent drama en die heeft deze avond mede georganiseerd. Openend kom ik hier staan. Ik wrijf in mijn gezicht. Open mijn handen. Ik richt mijn oren en spits mijn ogen. De stilte kraakt. Er vallen hersenen. Beelden in volgorde. Volgorde vallen op het wit beton. Ik zit op het randje van mijn gevoel. Ik ga naar mijn stoel. Ik vlieg naar binnen. Mijn gedachten zijn buiten. Vanavond hoor ik stemmen. De klanken van verhalen. De taal maakt rare sprongen. En ik verlies mijn contouren. Het wordt leuk vanavond. De school gebouwd op pennen. In het beton staat geschreven Literair Café. Ik voel de adem. En hou mijn kippenvel vast. Iets in mij trilt. Mijn handen verstillen. Woorden rollen over mijn wangen. Ik luister naar tranen. Het Literair Café is er klaar voor. Ik ben er helemaal aan begonnen. Bedankt. We zullen nu verder gaan met de eerste leerling van vanavond, Emma, die een aantal gedichtjes voor ons aan boord aan.
gedichtjes en ze gaan eigenlijk een beetje allemaal over hoe eng het is om iets voor te dragen, om te vertellen wat je zelf hebt geschreven. De eerste is deze. Ik vind het dood, maar dan het doodeng om hier te staan en hardop te zeggen wat ik normaal altijd denk of schrijf. Normaal. Juist omdat ik een moord zou doen om te weten wat jij denkt. Ik heb er de wereld voor over om te kunnen lezen wat je gedachten uit te leren tijdens de 1001 vergadering. In jouw hoofd die je laat het doen wat je doet of zegt wat je zegt, wanneer je er tegenover me staat. Daarom ben ik bewust van elke beweging die ik maak, het woord dat ik zeg en blik die ik je werp. Stiekem heb ik jou meerdere keren bekeken, je met alle anderen vergeleken. Simpelweg een stapje voor. Terwijl ik zit op mijn troon, hoog tussen de wolken, doe ik een beetje uit de hoogte van ik zie je niet, al hoor ik je wel. Ik herken patroon na patroon. Och, wat wilde ik graag dat ik daarboven wonen kon. Dat was de eerste. De tweede. Gaat eigenlijk over, ja, luister maar. Zolang ik niks zeg is het niet, niet echt, niet waar, fictief. Zolang de daden daar blijven en de woorden uit, is er geen enkel geweten dat eronder heeft geleden. Vergeten meteen nadat non-meer fictie is geworden of andersom, vice versa, blijft het daar. En de woorden, dan blijft het daar, de daden. En de woorden, misschien nieuwe hier. En de laatste. Puur genieten met de ogen dicht. Bladeren die beschermen en de wind die het echt maakt, echt laat en laat voelen. Rustig lachen, denken, misschien over hoe ik voor altijd wel hier wil zijn. Emma die komt straks nog even terug in het derde blok. Dus dan gaan we daarna een klein interview met haar doen. En dan wil ik meteen even iets zeggen over het programmaboekje. Want die klopt niet. Maar het punt is dat ik ze pers wilde geven, want ik heb er best wel lang aan gewerkt. Maar nou was het punt dat jullie in de cloud zitten op school en ik niet. Dus ik heb op account van Margreet het boekje in elkaar gezet en toen heb ik het opgeslagen op bureaublad, wat dus niet kan, want dan verdwijnt het. Wat ik heel raar vind, als je iets opslaat, dan hoort het niet te verdwijnen. Maar het ging dus allemaal niet goed, maar ik dacht, ik heb eraan gewerkt, dus jullie krijgen ze ook, maar hij klopt niet helemaal. Dus wat Daan en ik zeggen, dat klopt. In de laatste ding zitten een paar veranderingen. Maar weet je, dan blijft er, we hebben ook nog wat... Houdt het spannend. Wat houdt het spannend. Ja. We hebben een soort verrassing. Hebben we expres gedaan. Dus ja, nu staat het wel goed op het programma boekje, want het volgende is Nina met het verhaal. En het verhaal heet, toeval is te vaak toevallig om toeval te zijn. Toeval is te vaak toevallig om toeval te zijn. Sanne. Langzaamaan komt de rood-zilveren trein het station binnenrijden. Ik slinger mijn rugzak om mijn schouders en stap de trein in. De grote zwarte trui hangt om me heen en ik zet mijn patch op, zodat ik onherkenbaar ben. Ik zoek een plekje, pak mijn mobiel uit mijn tas en begin mijn berichten te checken. Ik zit al een tijdje in de trein, wanneer het fluitje buiten mij vertelt dat de trein vertrekt. De deuren sluiten langzaam. En nog maar net op tijd komt er een vrouw de trein binnengesprongen. Ze schuift voorzichtig door de coupé en besluit op een plek te gaan zitten tegenover mij. Ze pakt een krantje uit mijn tas en haalt haar capuchon van haar hoofd. Heel even kijk ik op naar de vrouw die tegenover mij zit en ga dan verder met het checken van mijn berichten. Maar dan pas dringt het op mij door. Het is mijn moeder die tegenover mij zit in de trein richting Parijs. Het was zaterdagochtend, 9 uur, toen hij mij belde. Vanuit mijn broekzak klinkt de standaard ringtoon van iPhone. Ik haal mijn telefoon uit mijn broekzak en kijk op het schermpje. Onbekend nummer. Vreemd. Ik word nooit gebeld. Alleen door mijn moeder en die heb ik gewoon in mijn mobiel staan. Ik neem op en hou de telefoon tegen mijn oor. Met wie spreek ik? Mijn stem klinkt angstig. Sanne, ben jij dat? Van schrik laat ik de telefoon uit mijn handen vallen. Hij valt kletterend op de grond, maar is niet kapot. Haastig pak ik hem op en hou hem tegen mijn oor. Papa? Ja, ik ben het. Sanne, hoe heb je me gevonden? Mijn ogen vullen zich met tranen. Oh, ik ben zo blij je gevonden te hebben. Ik zou je zo graag weer willen zien. Dus ik dacht, ik bel even. Even twijfel ik, maar ik besluit hem toch de waarheid te zeggen. Pap,
Ik mis jou ook. Maar je weet dat ik jou van mama niet meer mag zien. Even pauzeer ik en slik. Het spijt me, pap. Aan de andere kant van de lijn hoor ik gefluister. Sanne, ik mis je echt heel erg. Ik heb je ticket gisteren betaald. Je komt naar Parijs. Naar mij. Dat is toch hartstikke leuk? Zijn stem klinkt zo hoopvol. Zo vertrouwd. Pap, ik zou doorgaan naar Parijs willen komen. Maar mama zou het nooit goed vinden. Een lange zucht aan de andere kant van de lijn. Ach, lieverd. Mama kan niks doen. Je ticket is al betaald en bovendien is het maar voor een weekje. Ik hoor dat je volgende week vrij bent. Dus dat vond ik een mooie gelegenheid om te komen. Mama hoeft zich geen zorgen te maken. Want ik hou je op bij het station. Je ticket heb ik al gepost en die zal dus morgen aan moeten komen. Pak je koffer in, want je vertrekt maandag al. Dag lieverd. Zonder dat ik er nog iets tegenin kan brengen, hangt hij op. Mama vindt dat nooit goed. Maar veel kan ik er niet meer tegen doen. Het is allemaal al geregeld. En nu? Maandagochtend, 11:00 in deze bloedhete trein. Ik vloek binnensmonds. Daar zit ik dan, in rit van 3:00 tegenover mijn bloedeigen moeder, die niet eens weet dat ik het ben die tegenover haar zit. En ik had het nog allemaal zo goed geregeld. Ik zou een weekje gaan logeren bij een oud vriendin uit Groningen. Mijn moeder vond het allemaal best. Ze zou deze week toch alleen maar op kantoor zitten, zei ze. Ze zou me de hele week met rust laten. Ik had het helemaal voor elkaar. Mijn moeder die niks wist, ik zou Parijs bezoeken en ik zou mijn vader weer zien na 5 jaar. Ze verbood me 5 jaar geleden om nog een voorverwante contact te hebben met mijn vader. Hij was een schoft, een vuile afzetter, zei ze. Al die tijd verlangde ik terug naar mijn vaders vertrouwde stem. En nu was eindelijk het moment aangebroken dat mijn verlangen vervuld zou worden. En daar zit ik dan. Tegenover een vrouw die denkt dat haar dochter in de bus naar Groningen. Mijn moeder kijkt op en snel trek ik mijn pet nog wat verder over mijn gezicht heen. Ik schrik als ze begint tegen mij te praten. Ach meisje, waar ga je zo helemaal alleen heen? Schichtig kijk ik om me heen. Ik moet praten. Ik moet ergens anders gaan zitten. Maar alle andere plaatsen zijn bezet. Ze praat weer verder, maar ik luister niet. Misschien zou ik op de wc kunnen gaan zitten. De hele reis. Of misschien is er wel een plaats in een andere coupé. Wanneer ik mijn tas oppak, voel ik de warme hand van mijn moeder op mijn arm. We zijn er nog lang niet. Blijf maar zitten. Het is nog zo. Ze kijkt op haar gouden horloge die ze ooit heeft gekregen van papa. Nog zo'n 1,5 uur. Het is trouwens 11:00. Mijn dochter zou nu aankomen in Groningen. Wat is het toch een grote meid aan het worden. Helemaal alleen naar Groningen. Ik glimlach. Ze moest dus weten. Maar ik ga haar even sms'en. Vraag hoe de reis is gegaan. Ik verstijf. Mijn mobiel ligt bewegingloos in mijn hand. Wat nu? Oh god, wat nu? Zo, verstuurd. Zal ze leuk? Op dat moment begint mijn mobiel te trillen en komt het bericht dat mijn moeder zojuist heeft verstuurd tevoorschijn op mijn beeldscherm. Snel druk ik het weg, maar het is al te laat. Mijn moeder kijkt me verbaasd aan. Sanne? Vraagt ze. Ik draai mijn hoofd even weg. Sanne, lieverd, Sanne, wat doe jij hier? Ik zucht. Dit had ik kunnen verwachten. Heel eventjes twijfel ik of ik zou liegen of de waarheid vertel. Toch besluit ik te liegen. Ik? Sanne? Ik begrijp niet waar u het over heeft. Ik kijk mijn moeder met een verbaasde blik aan. Mijn moeder fronst. Ze is diep in gedachten. Ik vergrendel mijn telefoon en bekijk het berichtje van mijn moeder. Hoe kan ik hier zo snel mogelijk wegkomen? Maar, mijn moeder begint haar zin. Maar precies op het moment dat ik het verstuurde, kreeg jij een bericht binnen. Ik knik en denk even na over het antwoord. Ja, dat klopt. Maar dat was voor mijn vriend. Ik ga vandaag naar hem toe. Snel tik ik op het gesprek dat ik met een jongen uit mijn klas had en laat het schermpje zien. Heel snel natuurlijk. Anders lezen ze dat we het niet over de reis hadden, maar over het huiswerk van volgende week. Mijn moeder knikt en richt zich weer op haar telefoon. Ik twijfel even, maar toch stuur ik een bericht terug naar mijn moeder waarin ik zeg dat het goed met me gaat. Moeder. Ik kijk haar aan. Blond haar en helder blauwe ogen. Dat is mijn dochter. Ik denk na over het plan dat ik samen met mijn man had bedacht. Het was helemaal uitgestippeld. Hij zou haar bellen, zeggen dat ze naar Parijs mocht komen. Ze zou waarschijnlijk denken dat het van mij niet mocht en dat ze echt niet zomaar naar Parijs kon komen. En precies zo zei ze het ook. Gelukkig stemde ze in met het idee en kwam ze naar Parijs. Ik glimlach. Ze zit recht voor me, weliswaar met een tafeltje ertussen, maar de afstand tussen onze benen is klein. Het leuke van alles is dat zij helemaal niets weet. De laatste paar maanden had ik contact met mijn man. Hij was vrolijk en belde me regelmatig. Ik merkte dat we weer naar elkaar verlangden. Jarenlang heb ik hem gehaat. Hij had me verlaten voor zijn achterbaks wijf dat ergens in Parijs woonde. Ze was nog jong. Ik heb nachten liggen huilen en denken hoe ik hem ooit terug kon krijgen. Na een jaar gaf ik het op. Hij was gelukkig met haar. En dat zag ik wel aan de foto's die hij op Facebook plaatste. Tot hij na 10 jaar zijn status veranderde. Vrijgezel, stond er. Ik sprong een gat in de lucht.
Er was nog geen kans om hem terug te krijgen. Niet lang daarna nam hij contact met me op. Hij vroeg hoe het met me ging en of ik al een nieuwe man had gevonden. Mijn antwoord was natuurlijk nee. Ik had alleen maar van hem gedroomd. We belden en langzamerhand werd het steeds intiemer. Achter de berichtjes die we naar elkaar stuurden, kwamen kusjes en tijdje later sloten we het gesprek af met hou van je of love you. Mijn hoop was teruggekomen. En nu? Een paar maanden nadat hij voor het eerst contact met me had opgenomen, zit ik hier in de trein. Tegenover mijn dochter, nota bene. De trein remt af en ik leg mijn telefoon weg. Terwijl ik mijn spullen pak, sta ik op van de stoel. Ook Sanne staat op en pakt haar spullen. Samen lopen we de trein uit. Sanne. Het is een aantal uur later en de trein begint af te remmen. Ik kijk uit het raam en zie overal de Franse vlaggen wapperen in de wind. Ik glimlach even. Mijn moeder kijkt op van haar telefoon, waar ze overigens de hele reis op heeft zitten staren. Ook zij kijkt uit het raam en glimlacht. Er wordt omgeroepen dat we er zijn. Ik sta op, pak de tas van mijn stoel en slinger hem om mijn schouder. Ik laat mijn moeder voor me de trein uitgaan en loop achter haar aan. Waar zal ze in hemelsnaam heen gaan? Ik kijk rond. Ergens hier moet mijn vader staan. In de verte zie ik een man uitgebreid zwaaien. Ik loop wat verder naar hem toe en zie dat het mijn vader is. Mijn benen gaan steeds sneller en uiteindelijk ren ik. Maar op dat moment dat ik bijna ben gekomen, vliegt er iemand anders in zijn armen. Hij glimlacht en geeft een kus op haar wang. Ik stop met rennen en blijf verbaasd staan kijken. Ik loop om hem heen om het gezicht van de andere persoon te zien en tot mijn schrik herken ik haar. Het is mijn moeder. Dankjewel. Nina zal zometeen in de tweede blok ook nog een stukje voordragen, dus dan gaan we je daarna interviewen. De volgende persoon gaat voor ons een muzikaal stukje doen, Lara, met haar ukulele. Ga je gang. Goed, dames en heren, Lara met Just a Dream. I just don't.
voorstellen. Je liedje. Top, heel leuk. Ik vind het echt een heel erg catchy, gezellig nummer. Maar de titel daarvan, Just a Dream. Ja, die moet je uitleggen. Het komt niet voor in het liedje, want het heeft verder niet zoveel met het liedje te maken. Ik heb hem 's nachts geschreven. Want ik werd er wakker van. En toen moest ik hem opschrijven. En als ik 's nachts dingen doe, weet ik niet meer of ik dat gedroomd heb. Dus, of niet. Maar het stond er nog. Dus het was niet Just a Dream. Nou, leuk. Ja. En jij schrijft voor mij bijna Engels, toch? Ja, ik heb geprobeerd in Nederlands te schrijven. Nee, maar het is geen verwijt, hoor. Maar waarom? Ik bedoel, waarom schrijf je het Engels en niet in het Russisch? Een andere taal? Omdat ik verder niet zoveel andere talen kan. Nee, ik bedoel, waarom niet in het Engels? In het Nederlands is het vaak, ja, dan versta je toch net te veel van. Heb ik het idee. Nu kan ik het zo cliché maken als ik wil, dan merk je minder. Ja. Als ik nu in het Nederlands zing, ik hou van jou, ik blijf vertrouwen, dan weet iedereen. Oh. Nou, dat is een cliché. Oh, dat is leuk. Ja. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Wij kennen Lara, ik weet niet of iedereen Lara kent. Je schrijft zelf ook andere muziekstukjes, vooral ook muziek, of ook nog andere dingen? Nee, ja. Nogmaals, we kennen jou, maar is er iemand die Lara nu kent of iets wil weten van Lara? Een vraag wil stellen? Kan dat? Dat mag. Dit is je kans. Dames en heren, dat geldt voor iedereen. Heeft dat handtekening? Nee, ook niet. Twee stuk of niet? Ik was een beetje podiumverplaatspersoontjes. Oh. Podiummeester. Dat was niet heel belangrijk, maar ik was niet in het stuk. Nou, dankjewel. Ga dan lekker zitten. Weer op de bank, de schrijversbank. Oké, het volgende stukje staat inderdaad niet goed op het programma. Het is wel Sebastiaan, maar in plaats van een essay doet hij, we hebben het mooier genoemd, een filosofische overpeinzing. Dezelfde mens. Ik, jij, hij, zij. Wij allen zijn mensen. En wij allen zijn gelijk. Racisme, discriminatie, feminisme, homofobie. En zoveel andere voorbeelden van gelijkheid. Maar wat is het doel? Hoe moet die gelijkheid waarnaar wij streven er uiteindelijk uitzien? In het uiterste geval zullen we allemaal aan elkaar gelijk zijn. Allemaal in één groep, geloof of seksualiteit. Je zou misschien kunnen denken, daar zijn we al. Zijn we niet allemaal menselijk? Maar ook dat blijkt een leugen. Want tegenwoordig strijden we ook al voor de gelijkheid van dieren. En wie weet, misschien strijden we in de toekomst. Voor de gelijkheid van robots. En zelfs buitenaardse wezens. Maar laten wij een vraag stellen die belangrijker is. Willen wij wel aan elkaar gelijk zijn? Ik, jij, hij, zij, wij allen zijn mensen. En elk van ons is een individu. Al een eeuw krijgen wij dit te horen. Onze samenleving is aan het individualiseren. Het heeft als gevolg dat iedereen de vrijheid krijgt om zichzelf te ontwikkelen. En zelf een mening te vormen over de wereld. Dit geeft ons ook de kans om deze mening te delen met de hele wereld. Door middel van social media. En dit is goed. Iedereen zou gelijke kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen zoals hij wil. Helaas worden wij hier alsnog in beperkt. Een van de dingen waardoor wij beperkt worden is gelijkheid. Hoe kunnen wij een apart en vrij individu zijn? Als homo's gelijk zijn aan hetero's. Als gelovigen gelijk zijn aan atheïsten. Als mannen gelijk zijn aan vrouwen. Of als zwart gelijk zijn aan wit. Maken die verschillen ons niet het individu dat we zijn? Ik, jij, hij, zij. Wij allen zijn mensen. En iedereen is racistisch. Wij worden tegenwoordig niet meer toegelaten om verschillend te zijn. Wij moeten gelijk zijn aan de ander. En zij die dat niet willen zijn racistisch, homofoob en een antifeminist. Wie zijn we als we niet verschillen van elkaar? En als mensen zeggen dat ik een racist ben, dan zeg ik ja, ik ben een racist. Ik gebruik racisme in zijn puurste vorm. Tegenwoordig is het woord racisme verziekt. Het wordt vaak negatief en in rare, onlogische situaties gebruikt. Als we het over racisme hebben, hebben we het over een ras of afkomst die superieur is aan het andere.
Als we dit waardeoordeel nou even loslaten, komen we bij de puurste vorm van racisme. De erkenning van de verschillen tussen verschillende rassen. En die accepteren. Want wie zijn we als we verschillen van elkaar? Ik, jij, hij, zij. Wij allen zijn mensen. En wij allen zijn antifeministisch. Als we allemaal van elkaar verschillen, waarom zou iedereen dan dezelfde rechten moeten krijgen? Een man lijkt totaal niet op een vrouw, afgezien van het feit dat ze menselijk zijn. Dus waarom zouden zij dan precies dezelfde rechten moeten krijgen? Een homo is niet hetzelfde als een hetero. Dus waarom zouden zij wel dezelfde rechten moeten krijgen? Een gelovige is niet hetzelfde als een atheïst. Dus waarom zouden zij wel dezelfde rechten moeten krijgen? Maar denk nu niet dat ik een of andere feminatie ben. Dat ik wil dat de een meer of betere rechten krijgt dan de ander. Juist niet. Er is een recht die iedereen heeft. Het recht op gelijke kansen. Iedereen moet de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en zo dat unieke individu te worden. Maar hoe je omgaat met die kans, dat is waar je om beoordeeld wordt. Dat is wat anderen zien en hoe zij een beeld over jou kunnen vormen. Je rechten moeten worden aangepast aan jou en jou alleen. Want is ieder van ons niet uniek? Ik, jij, hij, zij. Wij allen zijn mensen. En ook al zijn wij mensen, wij zijn niet aan elkaar gelijk. Ieder van ons is een uniek individu. Die verschillende kwaliteit heeft. Die een grap over dat zwarte meisje of die homoseksuele jongen kan maken. Omdat hij weet dat hij de puurste vorm van racisme gebruikt. Het individu die niet gelooft in gelijke rechten, maar in gelijke kansen. Kansen waar hij het beste van wil maken. En zo het beeld van zichzelf aan anderen toont. Dit is de wereld waarin ik zou willen leven. Een wereld zonder gelijkheid. Een wereld vol van pure racisme en zonder feminisme. Een wereld waar iedereen zichzelf is en zo uniek. Ik vrees dat we deze wereld nooit mee zullen maken. Maar misschien, als genoeg mensen het proberen, kunnen wij een raam creëren en het zo toch nog aanschouwen. Ik, jij, hij, zij. Wij allen zijn mensen. En ik ben uniek. Dankjewel. Gelukkig dat je over je tekst had, toen zei ik dat ik het zo interessant vond, dat op een gegeven moment komt er een punt dat jij jezelf gewoon neerzet als racist. Waardoor ik zo zat na te denken, staat hier maar echt een puur racistische jongen en ik kan dit wel en ik wacht op het punt dat je het om kunt gooien. En dat heb ik gedaan en toen zei je, ja, ik vind het wel leuk om het publiek te shockeren. En toen vroeg ik me af van, in hoeverre is dit een persoonlijk filosofisch essay en meen je alles wat je zegt en in hoeverre is het toch een beetje literair werk om het publiek te bespreken? Nee, ik meen echt wel elk woord wat erin staat. Dit zijn wel echt mijn gedachten. Ja. Oké. Okay. Nou, vind ik toch knap dat je het dan alsnog niet meer kunnen gooien. Ik vraag me vooral af, hoe komt zoiets op papier? Ik vond het heel sterk geschreven, hè, met de herhaling. En ook op het moment dat je zegt, wij zijn dit, hè, wij zijn racistisch. Dan zeg ik niet alleen dat jij dat bent, maar dat we hier allemaal, iedereen die hier zit, dat eigenlijk ook is. Dus dat is toch wel bijzonder. Hoe ga je zo te werk? Hoe heb je dat geschreven? Nou, ik denk dat ik het wel 3 keer herschreven heb. Mm-hmm. En dan krijg ik weer de gedachte dat ik een herhaling wil toevoegen en iets aan de structuur wil toepassen. Maar het meeste is gewoon dat ik in mijn bed lig en dat ik nadenk over wat wil ik nou eigenlijk gaan schrijven en hoe denk ik hierover. En daar schrijf ik aantekeningen over en dat probeer ik dan te verwerken in een filosofisch overpeinzing. Ben je geïnteresseerd in filosofie en filosofische stromingen? Ik vind het altijd wel leuk om over dingen na te denken en dieper op een onderwerp in te gaan. Nou, ik kan dus niet vragen bij welke filosofische aansluiting zou jij voor deze tekst de meeste aansluiten? Nee. Nee? Nee. Nee. Ik wou het vragen, maar dat is prima. Heb jij iets? Nee, ja, ik vind het top. Lekker. Mocht er niet zeggen, nee. Je mag niet te veel hetzelfde zeggen, dat het top is. We moeten objectief zijn. Van ja. Geen recept. Bedankt voor je bijdrage. Ja. En met Sebastiaan eindigt ook ons eerste blok. Dat betekent dat we eventjes allemaal eventjes pauze hebben. Als je zin hebt in een koekje of wat te drinken, dan mag dat. Het zal niet al te lang duren, want we hebben straks... Even heel kort, want we hebben nog 2 blokken en dan hebben we ook nog weer een korte pauze daartussen. Maar ga vooral in gang en dan gaan we zo meteen weer beginnen. Ik geef graag een korte vraag. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Marjoleine Bendelo tot Nieport. Dat is inderdaad familie van. Niet meteen van wie.
Ja, ik schrijf gedichten. Dus ik ben gevraagd om een aantal gedichten voor te dragen voor deze avond. Nou heb ik mijn recente werken zojuist gebundeld. Het is uitgegeven door uitgeverij De Luie Wesp. Dus ja, daar kan ik wel het gaan voordragen. Maar goed, dat kan je ook gewoon in de boekhandel vinden. Dus ik heb besloten om even wat oud werk voor te dragen. Ik ben dus even naar mijn zolder gelopen en ik heb een bundeltje gepakt. En daar ga ik het een en ander naar het voordragen. Ik sla hem gewoon open. Zie wat eruit komt. Kuiken. Ik kijk vanuit. Ik kijk vanuit de keuken in de tuin. Ik zie een keuken in de tuin. Het keukentje loopt naar de keuken. Wat leuk. Een keuken in de keuken. Doe we geef een andere ook. Ik word altijd wakker. Oh, zo'n liedje volgens mij. Ik word altijd wakker met een piemel in mijn mond. Loop de hele dag te zuigen. Doe het, sla deze even over. Oh. Emotioneel. Vaak ben ik verdrietig. Dan valt het leven mij zwaar. Alles is dan donker. Het is zielig, maar het is waar. Ook ben ik vaak angstig. Dan ren ik voor alles weg. Het klinkt misschien wat overdreven, maar ik meen het. Het is echt. Maar meestal ben ik boos. En als iemand dan gemeen is, pak ik een schaar en knip ik in het zijn. Nee. Ik een eentje dan. Dit is de laatste van de bundel. Hij heet Writer's Block. Dat is best wel lang. Dank u wel. Wat ik eigenlijk wel even leuk vind, is of je nog een beetje extra wil uitleggen. Joh, we hebben nu die gedaan. Je hebt zelf een ontzettend komisch stukje gedaan. Maar je hebt ook al die andere mensen geholpen die vanavond hier mee bezig zijn. Met het voorbereiden, met het schrijven. Hoe is dat gebeurd en hoe is dat jou bevallen? Hoe het gebeurd is? Ja. Vorig jaar heb ik deze avond onder andere georganiseerd met Annemiek ook samen. En dan Margreet en Meneer Pol. En dat vond ik zo leuk. En toen was ik weg op deze school. En de meesten die hier zitten zullen weten dat ik niet helemaal weg ben hier. Dus toen kwam volgens mij Berner naar mij toe van, goh, wil je misschien het ook dit jaar doen? En toen was het leuk. Dus toen was de start een beetje moeizaam met, weet je, iedereen moet kunnen en data. En nou, dat werkte niet. En op een gegeven moment ging het toch vlot. En toen, mensen stuurden mij teksten en ik keek ernaar. Uiteindelijk heb ik een Facebookgroep gemaakt waar iedereen gewoon teksten kon zetten. En iedereen die kon dan daarnaar kijken. En hoe het me beviel, ja, leuk, goed. Het was gewoon heel erg leuk. Ik vond het super leuk om al die teksten te lezen. En ook van mensen die, of ik niet eens kende.
Maar ook mensen die ik al heel lang kende en dat ik helemaal niet wist dat ze schreven. En dat ze dan opeens super mooie dingen bleken te schrijven. Dat vond ik leuk en ik vond het heel leuk als ik dan feedback had gegeven en er werd iets mee gedaan. Dat mensen blij waren dat ik die feedback geef, nou, dat is gewoon heel fijn. Super. Nou goed, grote applaus voor Carlijn. De volgende die voor ons een stukje zal voordragen is Nina. Dus ik zal deze voor jou neerzetten. Nina met de onvermijdelijke spiegel. De onvermijdelijke spiegel. Met mijn benen opgetrokken zit ik op mijn bed. De kamer is donker en vanaf beneden klinken vage geluiden. Ik wrijf met mijn handen over mijn veel te dikke benen. Overal waar ze komen voel ik vet. Ik kan het niet vermijden. De dikke ik. Tranen lopen over mijn wangen. Waarom ben ik zo dik? Ik doe er zoveel voor om af te vallen. En nog steeds lukt het niet. Ik krijg al dat vet er maar niet af. Ik sta op en doe het licht aan. De vloer is koud. Ik loop naar de spiegel toe en kijk voorzichtig naar mezelf. Dik. Galmt er door mijn hoofd. Mijn ogen zijn rood van het huilen en er rollen tranen over mijn wangen. Mijn buik steekt uit, mijn heupen zijn veel te breed en ook mijn benen zijn veel en veel te dik. Een koude traan valt op mijn voet, die overigens ook veel te groot en breed is. Waarom ben ik niet zoals iedereen in mijn klas? Dun, slank en met mooie benen. Het eten sla ik al een paar weken over en wanneer er iets wordt aangeboden, zeg ik dat ik al gegeten heb. Ze kijken me dan raar aan en ik zie hun blik dan richting mijn buik gaan. Ze kijken dan er even naar en lopen daarna weg. Zie je wel, genoeg bewijs dat ik dik ben. Niemand kan er omheen. Ik, het vreselijk lelijke meisje hier voor de spiegel, ben te dik. De volgende dag op school loop ik samen met mijn vriendin door de gangen. Het is druk, want de bel is zojuist gegaan. Leerlingen wisselen van lokaal en ook wij gaan naar de volgende les. Lokaal deuren vliegen open en zorgen wat voor verkoeling in de veel stede gangen. In mijn hoofd begint het te duizelen. Maar ik loop door. Mijn vriendin mag niet weten dat ik vanmorgen niks heb gegeten. En ook de week hiervoor weinig gegeten. Ik merk op dat ze me bezorgd aankijkt en ze legt haar hand op mijn schouder. Gaat het wel goed met je? Haar stem is warm en zacht. Ik wou dat ik zo'n prachtige stem had. Ik knik. We lopen verder. Ik draai met mijn ogen onopvallend haar kant op. Haar buik is prachtig plat en ook haar benen zijn perfect dun. Waarom zij wel en ik niet? Weer die hand op mijn schouder. Maar deze keer wat steviger. Ik word tegen de muur aangeduwd en kijk recht in het gezicht van mijn vriendin. Haar huid is glad, haar ogen zijn helder blauw en ze heeft prachtig golvend lang bruin haar. Ze kijkt me bezorgd aan. Wat is er met je aan de hand? Je ziet er niet goed uit. Ik draai mijn hoofd weg, maar ze geeft een klap op mijn wang. Geschrokken kijk ik haar aan. Je bent niet goed wijs, roep ik. En zonder haar nog een blik te gunnen loop ik weg. We komen elkaar pas weer tegen bij het lokaal. Ik heb al een plek uitgezocht. En zit nog alleen wanneer zij ook binnenkomt. Ik probeer zo min mogelijk contact te maken. Maar vanuit mijn ooghoek zie ik dat ze al een keer naar mij toe komt lopen. Ik buig me over mijn gemaakte werk heen en check het nog voor de laatste keer. Ze blijft twijfelend stilstaan aan mijn tafeltje. Zou ik naast ze mogen komen zitten? Haar stem klinkt zacht en verlegen. Ik wrijf met mijn hand over mijn wang waar ze me geslagen had. Die overigens nog best warm en dik is. En ik knik. Ze zet haar tas op de grond en pakt haar boeken eruit. Haar vingers zijn lang en dun en ze heeft perfecte nagels. Ik kijk naar mijn vingers. Lang, lelijk en natuurlijk, hoe kan het ook anders? Dik. Tijdens de les zit ik voor me uit te staren. Het is rustig in de klas en iedereen zit te werken. Maar het lukt me niet om te concentreren. Ik denk terug aan het moment dat alles begon. Het was een zaterdagmiddag. Ik zat samen met mijn vriendin op een bankje in het park. We hadden een zak chips gekocht en zaten er lekker uit te eten. Tot het moment dat ze tegen me begon te praten. Het was al die tijd stil geweest. Hey Kiki, niet vervelend hoor, maar het valt me op dat je de laatste tijd meer eet. Je komt zelfs aan. Ze stopte even met praten en keek me aan. Ik haalde even diep adem en antwoordde, oh, oké. Ze keek even naar mijn buik, waar ik al snel mijn handen overheen legde. Daarna pakte ze vrolijk weer een chipje uit de zak. De rest van de middag heb ik de chips niet meer aangeraakt. Maar ook die volgende dag begon ze er weer over. Ze vertelde me dat ik wat breder was dan de gemiddelde mens. Ik slikte, maar gaf geen antwoord. De rest van de week bleef ze maar kijken naar mijn buik. Blijkbaar kon ze haar ogen er niet van afhouden. Ik moest gaan afvallen. Al deed ik het alleen om te zorgen dat ze niet meer naar mijn buik keek. Na de les hebben we pauze.
het verschrikkelijkste moment van de dag. Het moment dat er gegeten moet worden. Wanneer ik aankom lopen, zie ik helemaal achterin een plekje waar ik kan gaan zitten. Het is daar een beetje donker en niemand let op je. Maar wanneer ik erheen loop, wordt mijn arm vastgegrepen. Het is dezelfde greep van een paar uur geleden. Ik word meegetrokken naar een plek helemaal vooraan. Ik ga zitten en leg mijn tas op mijn schoot om mijn buik te verschuilen. Mijn vriendin kijkt me aan terwijl ze haar brood eet. Moet jij niet eten? Vraagt ze. Ik sla mijn ogen neer. Ik ben mijn brood vergeten, fluister ik. Ze kijkt me aan en duwt een broodje van haar in mijn hand. Eten, zegt ze streng. Ik kijk haar geschrokken aan. Eten? Dat heb ik al een paar weken niet gedaan. Ik slik en neem een hapje van de witte boterham. Er zit pindakaas, kaas op. Dat zijn exact 100 calorieën per portie van 15 gram. Ik kijk haar aan en ze lacht. Ik glimlach terug en langzaam kauw ik op de boterham met pindakaas. Ik slik het voorzichtig door en voel dat mijn buik het opschokt. De heerlijke pindakaassmaak blijft in mijn mond hangen en al snel neem ik nog een paar happen. Wanneer ik het broodje op heb, is mijn buik opgeblazen. Opgeblazen? Maar natuurlijk! Ik heb zojuist een broodje met pindakaas gegeten en gratis, daar word ik dik van. Een golf braaksel komt omhoog. De zure smaak blijft in mijn mond hangen. Ik pak mijn tas en ren naar de wc. Gelukkig is er niemand. Ik laat mijn tas op de grond vallen en doe de deur op slot. Ruw stop ik een vinger in mijn keel. En een golf braaksel wat kletterend in de wc-pot. Ik trek snel door en doe de deur van het slot af. Ik loop de wc uit en daar staat mijn vriendin. Ze kijkt me geschokt aan. Een paar weken daarna was het gebeurd. Op school kon ze het niet laten om al haar eten uit te spugen. En de les daarna kon ze het niet meer volhouden. Alles draaide en niet veel later viel ze van haar stoel af. Ze moest opgenomen en worden in het ziekenhuis en heeft daar lange tijd gelegen. Uiteindelijk mocht ze naar huis. Het was fijn. Maar nog steeds at ze liever niet en het kwam steeds weer terug. Weer spuugde ze alles uit en begon ze laxeermiddelen te gebruiken. En dat was het laatste moment dat ze hier op de wereld was. Want zij heeft het gevecht niet gevonden. Het gevecht tegen anorexia. Van komisch naar toch wel heel erg zwaar. Zwaar onderwerp, ook het eerste verhaal, hè? Heftig zou ik het willen noemen. Waarom? Waarom dit soort onderwerpen mogen schrijven? Ik schrijf, en dat is puur omdat ik vind dat er een verhaal, geen verhaal is zonder dat er iets gebeurt. En er moet iets eigenlijk stoms gebeuren om een goed verhaal te krijgen en om het publiek mee te krijgen. En doe je dat dan om echt puur het publiek te shockeren of om een boodschap over te brengen? Of meer omdat je zelf je eigen gedachten erop wil zetten? Wat is dan die reden daar? Ik wil sowieso mijn eigen gedachten, maar dat is puur... Ik heb het zelf niet meegemaakt, gelukkig. Maar dat is omdat ik boeken lees en dat haal ik daaruit en daardoor verwerk ik dat weer in mijn eigen verhalen. En ik wil het publiek mee laten slepen in mijn verhalen. En dat denk ik dat door te doen, door allemaal... Ja, gebeurtenissen erin die vervelend zijn. Maar je zegt, ik heb het zelf meegemaakt, dat is goed om te horen. Maar je lijkt het wel gewoon die laatste alinea op te willen nemen voor de anorexia meisjes. Maar ja, jongens, zij is aan dood gegaan en veel meer mensen gaan dan aan dood. Ben je er wel betrokken mee met het onderwerp op de een of andere manier? Helemaal niet. Nee? Oké. Nou, dat is het extra krap als je zo ergens in een interview. Ja. Wat ik me trouwens ook heel erg afvroeg is, wat ik heb gemerkt in je eerste verhaal ook, en in het tweede verhaal, is dat je ook van perspectief wilt, hè? Van die moeder, en dan van de vader, en dan van het kind, en nu hè, van het meisje, en dan weer van het vriendin, het meisje. Zit daar een reden achter? Doe je dat expres? Of wat fijn om te schrijven? Nou, ik vind het sowieso fijn om het vanuit de ik-persoon te schrijven. En dan wil ik het ook van verschillende kanten laten zien. Want als je het vanuit één kant weet, dan weet je niet wat die ander denkt. En als je vanuit meerdere kanten weet, dan, en je weet wat de ander ook denkt, dan... Begrijp het verhaal weer. Super. Nou, dankjewel. Ga lekker weer zitten. We krijgen nu weer een liedje. En dat liedje dat is geschreven door Jona. En Jona die schrijft zo sporadisch af en toe wel eens een liedje. Nou, weet je Carlijn, de woorden af en toe maken mij nieuwsgierig. Want waar spring je vanaf en waar ga je naartoe? Ze klinken als een nieuwe start, een nieuw punt in je leven. Moet ik je volgen of kan ik je helpen? Ik hoop maar dat het goed is. Zo nu en dan, van tijd tot tijd, voel ik me prettig op de plek waar ik ben. En als ik dan wil zeggen dat ik iets sporadisch doe, gebruik ik liever soms. Ja.
Nee,
dan dat ik. Ja. Nou, ondertussen dat de lamp even wordt gereverseerd, jullie hebben gezien, die ging net even zo. Lukt het? Nee. Dan maak jij je allemaal. Ja, zo. Ja. Oh ja, dat is ook ja. Hij is mooi. Laat hem zo staan. Goed, we gaan verder. De volgende op de avond die gaat ook weer een eigen verhaal voordragen. Dat is Floor. En de titel van haar verhaal is Ze mogen mij niet zien. Dit heet dus Ze mogen me niet zien. En de hoofdpersoon heet Namis. Dat was handig om te vertellen, hoorde ik, van bepaalde mensen. Namis probeerde niet naar de kast te kijken waarin de vreemdeling verstopt zat. De agent prikte met de stokken naar buik. Ze keek hem woest aan. Ik zag hem hier naar binnen gaan. Waar is hij? Namis kende de agent goed genoeg om te begrijpen dat het geen zin had om iets te ontkennen. Dus hield ze haar mond. Luister meisje, de persoon die jij gezien hebt is een zeer gevaarlijke misdadiger. De gemeenschap komt in gevaar als we hem niet nu arresteren. Je bent nog jong en onschuldig, daarom vraag ik het je nog één keer. Waar is hij? Er was wel iemand, zei Lamis, in een poging in de buurt van de waarheid te blijven. Ik wist alleen niet dat degene was die jullie zoeken. De agent keek opgelucht, zowel omdat hij het meisje geen pijn hoefde te doen, als dat hij niet lang meer hoefde te zoeken naar de misdadiger. Waar ging hij heen? Vroeg hij zo rustig mogelijk. Lamis wees in de richting van de achterdeur. Uit ervaring wist ze dat iedereen het aan haar stem kon horen als ze loog. Naar buiten? Ze knikte. De agent gebaarde naar zijn collega's dat ze door de achterdeur naar buiten moesten. Lamis keek ze na tot ze de hoek om waren. De vreemdeling was zomaar opeens binnenkomen rennen. Lamis kon zijn gezicht niet zien. Dat zat verstopt onder de grote kap van zijn bruine jas. Hij zei niets, maar zijn houding had voor haar genoeg duidelijk gemaakt. Tijd om na te denken had ze niet gehad. Ze had het dichtstbijzijnde kast geopend en de vreemde figuur had zichzelf erin opgevouwen. Het openen van de kast ging compleet tegen de instructies van haar moeder in. De kast was van de buurvrouw en stond in het huis zolang zij bezig was met verbouwen. Haar moeder was als de dood dat de kast uit elkaar zou vallen als er iemand aan zou komen. Dus dat was ten strengste verboden. Op het moment dat ze de kast doorgesloten had, waren de agenten binnenkomen stormen. Nu stond Namis op het punt de kast opnieuw te openen en de onbekende naar buiten te sturen. Ze keek nog eens om eens heen, om te controleren of er niet iemand was achtergebleven om haar in de gaten te houden. Daarna trok ze voorzichtig aan de deur. Ze gluurde eerst door een spleetje de kast in, maar het was te donker om iets te zien. Nu mag je me wel vertellen waarom ze midden op de dag achter je aan zitten, zei ze tegen het zwart. Er kwam geen antwoord. Ze zuchtte en zwaaide de deur open, terwijl ze zich omdraaide om de telefoon te pakken en haar moeder te bellen. De telefoon stond niet op de plek waar hij hoorde te staan en ook wat rommel aan de kant schuiven toverde hem niet tevoorschijn. Geïrriteerd keek ze weer naar de kast. De vreemdeling zat er niet meer in. Namis knipperde een paar keer met haar ogen. Hij kon er niet uitgekropen zijn in de tijd dat zij met de rug naar de kast toe had gestaan. De kast kraakte bij elk zuchtje wind dat langs het huis streek, dus dat zou ze gehoord hebben. Namis mompelde een vloek. Ze zat nu goed in de problemen. De agenten zouden uiteindelijk doorkrijgen dat ze tegen hen gelogen had en terugkomen. Ze was van plan geweest dan een tastbaar spoor te geven dat uiteindelijk dood zou lopen, maar nu had ze niets. Ze voelde over de bodem van de kast in de hoop dat de vreemde figuur toch nog iets had laten liggen. Op het punt waar de bodem van de kast de achterwand zou moeten raken, voelde ze een gleufje waar een beetje lucht doorheen kwam. Namis aarzelde even, maar kroop toen de kast in en trok de deur achter zich dicht. Ze voelde zich een opgevouwen trui.
De vreemdeling kon hier met geen mogelijkheid op een andere manier uitgekomen zijn dan door de deur. Net toen ze het deurtje van de kast weer open wilde duwen, draaide de bodem onder haar voeten weg. Ze slaakte een kreet, maar ze viel minder dan een seconde voor ze op harde aarde terecht kwam. Remy stond op en veegde het zand van haar kleren. Toen haar ogen aan het donker gewend waren, zag ze dat ze in een gang stond. In de verte zag ze een puntje licht. Ze twijfelde eraan of het verstandig was om daarheen te lopen. Maar toen ze omhoog keek, zag ze dat de bodem van de kast weer was dichtgeklapt. Ze kon met geen mogelijkheid terug, dus besloot ze maar op het licht af te lopen. In de hoop dat daar een uitgang was. Ramis was blij dat er weer lucht om haar heen was, in plaats van zand en steen. Het lichtpuntje was inderdaad een uitgang geweest. Ze was weer buiten. Opgelucht keek ze om zich heen. De enige andere persoon die ze zag, verdween achter een eenzaam huisje. Ramis liep achter hem aan, in de hoop dat het de vreemdeling was. Tegen haar verwachting in, stond inderdaad de vreemde figuur met de grote kap achter het huisje. Hij merkte haar niet op, maar keek geconcentreerd door het vieze raam van het huisje naar binnen. Wat ben je aan het doen? Vroeg Ramis. De onbekende keek verschrikt op. Waarom ben je me gevolgd? De stem van de vreemdeling klonk oud. Het verbaasde Ramis, omdat ze een jong persoon had verwacht, nadat ze gezien had hoe hij bewoog. Waarom had je hulp nodig? Reageerde Ramis. Als ze iets had geleerd de afgelopen paar jaar, was het wel dat je vragen nooit moest beantwoorden voordat je iets over de vragensteller wist. Waarom gaf je mij hulp? Deze vragensteller gebruikte blijkbaar dezelfde tactiek. Ramis dacht even na, haar mogelijkheden overwegend. Doe je kap af, zei ze toen. De onbekende peilde haar gezichtsuitdrukking, maar schudde toen zijn hoofd. Dat kan ik niet doen, dat is te gevaarlijk. Waar ben je bang voor? Wat denk je? Agenten, maar die zijn er niet. Ik heb ze in de richting van King Road gestuurd. Omdat ze in de verte een paar huisjes zag liggen, maar geen drukke weg, ging Lamis ervan uit dat ze aan de andere kant van de wijk waren. Dat klopte ook ongeveer met de omgeving. Ze komen terug. Maar niet nu. Ik ken de mensen die je de stad uit kunnen krijgen, maar dan moet je wel vertellen wie je bent en waarom ze je zoeken. De vreemdeling zuchtte. Ik kan echt niet liegen. En Mies schopte een steen weg uit ergernis. Het was te proberen. De steen raakte het huisje. De gesprekken die binnen gevoerd werden, vielen weg. De vreemde figuur schrok. Dat was aan zijn hele lichaam te zien. En hij trok Ramis mee. Waar gaan we heen? Riep ze. Wees stil, was het enige wat de vreemdeling zei. Ramis probeerde zich los te rukken, maar de vreemdeling duwde haar achter een heuveltje op de grond. Ze krabbelde overeind, maar werd meteen weer naar beneden getrokken. Die mensen daar zijn nog erger dan agenten, weet de onbekende haar toe. Wees stil, anders ben je of dood, of ze gebruiken je bij een eerstvolgende aanslag en dan ben je ook dood. Ramis wierp de nog altijd onbekende man een woeste blik toe en kroop zo ver mogelijk bij hem vandaan. Daarna gluurde ze over het heuveltje heen naar het huisje. De mensen die uit het hutje kwamen lopen, zagen er alles behalve vriendelijk uit. Ze waren breed en zelfs van deze afstand kon Ramis hun spieren zien. Ze droegen alle drie een enorm geweer op hun rug en ze leken ruzie te maken. Plotseling wees een van de mannen haar kant op. Ze maakte zich klein en liet zich helemaal van de heuvel afrollen. De vreemdeling, die ook had zitten kijken, dook naar beneden. Er werd geschreeuwd en er klonken rennende voetstappen. De vreemdeling sprong op, waardoor zijn kap afviel en rende naar Ramis toe. Hij trok haar overeind. Ramis keek hem aan, vol van verbazing. Haar fantasie was aan het werk gegaan om een gezicht onder de kap te bedenken. Maar dit had ze niet verwacht. Zo, naar het huisje bij te zitten. Ik moet even spontaan een vraag. Nee, eerste vraag. Ik weet het wel. Waar mijn opa einde? Kom op.
Zo'n verhaal, dan willen we toch wel weten wie er onder, wie wilde weten wie er onder de kap zit. Ja. Mag ik als vraag stellen wie er onder de kap zit? Nou, nee. Daarvoor moet ik zeggen. Je moet Carlijn de schuld geven. Ik moest het inkorten. Oh. Maar inkorten betekent niet afknippen. Ja. Nou, ik moet zeggen, goede feedback. Want ik vond het heel krachtig dat het einde eraf was. Ja. Ja, ik ook. Hele lekkere, simpele manier van inkorten. Ik zal niet slapen, ik weet niet wie er onder de kap zit, maar verder. Ja, ik vond dat erg mooi eigenlijk. Maar je weet dus zelf wel dat je onder de kap zit. Ja, ik weet het wel. En had je, als ik het niet gezegd had, had jij liever gehad dat je dat verhaal gewoon helemaal afgemaakt had? Nou, dat weet ik niet. Weet ik echt niet. Nee, maar goed, wel. Want inderdaad, voor de feedback, had het ook een cliffhanger. Was het inderdaad langer, maar het ook wel een cliffhanger. Even voor de mensen, maar wist je wel weer er onder de kap zat? Wat was dan ongeveer de cliffhanger? Nee, dat moet je dan niet vertellen. Oh, dat moet je niet tellen. Nee. Is er enige mogelijkheid dat het publiek ooit nog te achteren kan wie onder de kap zit? Ja, ik heb het stuk waarin dat staat wel geschreven. Oké, dames en heren, het is nooit meer te vinden. Ik wens u nog een prettige avond. Nee, maar nu gaan zij naar huis en dit verhaal blijft in hun hoofd hangen, omdat ze willen weten wie er onder de kap zit. Want slaap meer kwam. Ik vind het wel een boek uit. Vind het ja, top. Dat wil je me zeggen. Ja, dat is inderdaad. Want Floor heeft een boek geschreven. En daar is de vorige keer had jij een stukje uit je tweede boek. En nou is natuurlijk de vraag, hoe ver is het met de tweede? Het tweede boek is nog lang niet af. Het is veel verder dan een jaar geleden. Ik had het een cliffhanger. Ja, dat is ook wel. Gewoon eindigen, ja. Oh, je stopt het maar nog. Stop gewoon nu. Nou, gewoon 20 lege pagina's. Nee, maar je bent dus wel begonnen en verder. Ja. En mogen we een beetje weten hoe het gaat? Ja. Het gaat over... het gaat over elven. En niet over mensen. Voor de mensen komt nauwelijks in het boek voor. En er is een meisje dat woont bij twee volwassen elfen, maar ze weet dat het haar ouders niet zijn. En als ze 13 is, dan gebeuren er rare dingen. En op een gegeven moment komt ze erachter dat de koning op het van het moment haar vader is. En ja, dan gebeurt er niks meer. Dan gaat ze naar zijn kasteel toe. En haar moeder, dus die ooit koningin was, is vermoord door haar nicht. En, maar officieel heeft het meisje dus de koningin, omdat haar moeder is dood en de huidige koningin is niet echt legaal aangekomen. En dat moet opgelost worden, dat probleem. Spannend. Ik ben benieuwd. Even voor de mensen die het trouwens niet weten, Floor die is dus ook echt boekenschrijfster. Die heeft ook een boek geschreven, die is gepubliceerd, hè? Die is in het Engels gekomen. Die is ook gewoon hier op school ook te lezen in de mediatheek. Ik ben even voor jou promotie gemaakt. Is er ook een manier dat mensen, als ze dit interessant vinden, jou kunnen volgen of erop achter kunnen komen wanneer je boek af is? Ik heb Facebook. Floor Hagler. Hans Haddenwar. Want Haddenwar is mijn pseudoniem van mijn schrijver ik. En ja, als je niet op voor Haddenwar zoekt, dan zul je weinig over me tegenkomen. Mooi. Floor Haddenwar. Floor Haddenwar, onthouden. Joris wil geen aankondiging, dus Joris. Joris die heeft eigen aankondiging. Kijk eens. Ja? Ja? Oké. Okay. Joris. Ik heb twee verschillende gedichten geschreven. Ik vind zelf de overgang heel raar. Maar we zullen wel zien waar dat komt. Het zijn twee verschillende gedichten. De eerste heet Met de boot naar Schiermonnikoog. Dat is heel letterlijk, maar kom nog achter. De boot vertrok om 11:30 uit de haven. Nee, over de Nederlandse stiptheid, die viel niet te klagen. De boot zat vol met mensen, groot en klein, die allemaal op hun eigen manier gelukkig leken te zijn. De ogen van de kleine kindjes blonken van vreugde, die van de ouderen van nostalgie. De een dacht aan een lekker ijsje. En de andere dacht aan een tijd zonder pijn in mijn knie. En ik zat daar maar wat tussen, wat te luisteren naar wat muziek. Een wrak, zowel psychisch als fysiek. Moe van de hele nacht opblijven, dronken van de frisdrank.
hoofdpijn van alle problemen die ik had en nog zou gaan krijgen. Ja, het voelde alsof de wereld me opzoog, daar op die boot, misschien Monnikat. De boot arriveerde een uur later om 12:30 in de haven. Nee, over Nederland is dit tijd veel meer niet te zagen. De zon verwarmde, de wind streelde en de rust overviel mij toen ik daar over de kade liep. Geen grommende auto's, geen schreeuwende docenten, geen lucht van stikstof, maar oorverdovende stilte die me zachtjes toeriep. Hier maakt het de mensen niet uit als een konijn wat aan het gras knabbelt of als een meeuw de restjes friet opeet. Met een vriendelijke lach en een vlugge gezelligheid is de rust hier compleet. Hier worden mensen gelukkig van een blauwe lucht en met z'n allen rond de kampvuur zitten. Geen gezeik over economische crisissen en burgeroorlogen in Irak. Hier genieten mensen van het leven met lekker eten en laat pitten. Ja, het leek alsof de kalmte me opzoog hier op het eiland van Schiermonnikoog. De boot vertrok om 13:30 uit de haven. Nee, over de Nederlandse stiptijd viel niet te klagen. Mijn hoofd was leeg, mijn batterij opgeladen en mijn rugzak vol, terwijl langzaam door het water sneden. Terug naar huis, terug naar waardeloze schooluren. Sorry. Waar ik mijn tijd aan kon besteden. Maar de moed dreef mij niet meer in mijn schoenen en mijn hoop was niet meer met vakantie. Mijn opgeronde hart pompte weer bloed naar mijn fonkelende ogen en voelde mijn inspiratie. Maar ergens voelde ik toch een druppeltje verdriet in de waterval van emoties, terwijl ik dacht aan het moment dat ik terug zou keren, met een knipoog, terug met de boot misschien. Tweede heet, ik loop naar de brug en... Ja, oké, kom nog. Ik loop naar de brug. Mijn hoofd is vol van de leegte, als een volgeschreven boek waar iemand de woorden van de pagina's heeft afgeveegd. Het zit vol met dampe informatie en wolken ideeën, met dingen die ik had moeten doen, maar heb doorgegeven aan de veeën. Ik loop door naar de brug. Mijn oortjes fluisteren muziek in mijn oren. In dat geluid vind ik rust en kan ik even niks anders horen. Ik zwem door de oceaan van noten en klanken en laat de stroming van de melodie mij meesleuren. Naar een eiland wat ik niet kan zien of kan aanraken, maar wel kan voelen in alle geuren en kleuren. Ik loop door naar de brug. Langs een bange kat en het donkere huis van een vriend. Voorbij mijn oude speeltuin, die nu ook als hangplek dient. Twee meisjes kijken me verbaasd aan als ik ze vriendelijk het groet. Ze lopen snel door, pratend over welke make-up een van de twee morgen naar het feestje op moet. Ik sta op de brug. Weggekropen in mijn jas, blazend op mijn verkleumde handen. De huilende wind en de gloeiende lichtjes doven de vlammen die mijn vragen doen branden. De tranen van vreugde en verdriet die over mijn wangen rollen, vullen mijn hoofd met antwoorden op de vele vragen. Langzaam lost de dikke mist van angst en twijfels op en begint een mooie landschap van het leven weer te dagen. Ik kijk op mijn horloge, bijna 10:00. Tijd om terug naar huis te gaan. De tijd staat helaas nooit stil en de energie om morgen gewoon te gaan werken en naar school te gaan, moet ergens vandaan komen. Maar als ik vanavond in mijn bed lig, dan ben ik niet meer onzeker. Want wat er ook nog komt, het zal wel lukken zeker. Ik doe even een jasje uit, ik zweet. Ja, het is lekker warm van die spoiling. Wat ik wilde vragen, bijvoorbeeld, ja, ik refereer af en toe een beetje naar vorige dingen, zoals het niet duidelijk is, maar goed. Maar vorige literaircafé deed jij een tekst met 100 woorden, toch? Ja. En nu doe je een gedicht, wat af en toe, als je het voordoet, weet je niet eens meer op een gedicht, maar iets wat je gewoon spontaan aan het vertellen was. Klopt dat je nog een beetje aan het experimenteren bent met genres? Of... Nou, ik ben sowieso niet iemand die constant iets hetzelfde schrijft. Ik heb een hekel aan, omdat ik het idee dat ik dingen in de herhaling val. En vorig jaar, voor de mensen die er toen niet waren, had ik 100 woorden voor kanker. Want toen de tijd zat iemand bij ons in de klas die toen kanker had. En toen moest ik gewoon naar school fietsen en dan fietste ik langs de school hiernaast. En dan was het ook kanker. Dacht ik van, ja, maar waarom hebben we dan niet 100 andere woorden voor? Ik bedoel, ik kan er wel 100 bedenken. En, maar deze dingen heb ik geschreven heel letterlijk toen ik op vakantie ging naar Schiermonnikoog. En toen ik een keer thuis zat, echt even, ik weet niet meer wat aan de hand was, maar ik kon niks bedenken en ik kon niks doen. Dus toen ben ik even naar de rug bij Tesco gelopen en heb ik ondertussen met echt verkleumd handen, want het was ijskoud buiten. En ik probeerde mijn mobiel op de woorden in te tikken en het werkte niet echt. Ik dacht, geef je ook niet dit? Ja, ja. Nou ja, weet je, ik dacht van ja, mensen ook even weten.
Maar nee, ik probeer van alles te schrijven. En, Want dat valt wel op in je laatste gedicht, voor mij in ieder geval, hè, de gedichten die je vandaag hebt voorgedragen. Het zijn inderdaad de locaties en de situaties waar je over schrijft, dat zijn hele serene plekken, hè, op de boot of ergens op een brug, laat 's avonds. En dat zijn dus ook de plekken en de momenten waarop jij dat dan schrijft? Ja, ja. Okay. Het verhaal van ik had een brug heb ik echt letterlijk ook gewoon afgemaakt toen ik aan het was. Het boot van Schiermonnikoog heb ik over de tijd van de vakantie afgeschreven, ook nog een beetje toen ik thuis was. Maar nee, ik vind dat fijn om als het moment bezig is erover te schrijven, want dan kan ik het beste kan beschrijven. Ja, het valt me inderdaad op dat jij ook dan weer gedichten 's nachts hebt geschreven. Een aantal mensen zeggen ik heb het 's nachts geschreven. Dat is een tip voor de mensen hier. Wilt u iets schrijven? Bent u geïnspireerd? Doe het 's nachts. Zet de tv even uit, dan gaat het rondje lopen. Of slapen, dan gaan we het lopen. Ik weet niet of het gewoon is of niet. Nee, precies. Ja. Klinkt allemaal in elkaar. Heb ik het best gedaan. Nee, maar leuk. Dankjewel. Nou, dit was dan het einde van het tweede blok. Wij weten hier ontzettend warm. Ik weet niet of het voor u ook zo geldt. Maar dat zou wel zijn. Buiten nog warmer dan hier. We hebben wel lekker wat te drinken. Eventjes weer even benen strekken en gaan starten met het derde en laatste blok. Dames en heren, we gaan weer beginnen met het derde blok. En nu deed u misschien waarom heeft u nou telefoon vast. Dat is omdat ik graag aan u ook een klein gedichtje wil voordragen. Iets over mezelf of iets over wat ik graag vaak doe. En nu is het zo dat ik wel leuk vind om te schrijven, maar niet zo heel goed ben. Een ding aan mijn hoofd leren, dus mocht het voorkomen, doe ik lekker modern. En heb ik op mijn telefoon tekst. Het gedicht heet... Dames en heren, wilt u uw telefoon alsjeblieft op vliegtuigmodus zetten, zodat u niet afgaat tijdens de show? Mijn gedichtje dat heet Ik, de spreekwoordschipper. Ik schud mijn spreekwoordelijke mouwen, waar af en toe een aap uit ontsnapt. Want waar de een zijn broodje aap de andermans dood kan zijn, wordt er juist door mij te vaak gegrapt. Goh, ik zou dé perfecte schipper zijn, want mijn grappen raken wal nog kant. Dat komt omdat ik water draag naar de zeeën van tijd die we hebben in het wonderland. En of ik nou links of rechtsom ga, we gaan toch nooit weg door zee. Dus als we in hetzelfde schuitje zitten, vaar dan even met me mee. Bijt even door die zure appel heen. Dan is de overwinning pas echt goed zoet. Want die appel, die houdt de dokter niet weg. Het is je glimlach die dat doet. Kijken. Oh ja, natuurlijk. Ja, daar doen we het voor, hè? Die grappen. Geen spreekwoorden of gezegdes goed genoeg. Of limmerik, jij slimmerik, om samen wat lol te trappen. Wij hebben nog een flinke tocht voor de boeg. Dus lach even met me mee. Niet in je vuistje, maar in het rond. Totdat je huilt van het lachen, lacht van het huilen, tranen met tuinen. Tranen van tuinen. Zeeën van tranen, dat is pas gezond. En de reden waarom, even vergeten. Want dat doet er ook helemaal niet toe. De kern zit hem in het geluk. Want als wij samen in een deuk liggen, kan mijn dag niet meer stuk. Dank u wel. Oh, dan ga ik hier even aan de andere kant zitten. Zo. Nou, ja. Ik zat net te denken, hè? Daan is regisseur van het toneelstuk. Daan is regisseur van het toneelstuk al heel erg lang en heel goed. Dus je bent nogal gedreven met toneel. Plus je laat graag mensen lachen, zeg je in het gedicht. Heb je ooit overwogen om iets in de cabaret te doen? Ja, tuurlijk. Het probleem is dat ik vaak niet als grappig word ervaren. Oh, toch wel? Nou, misschien toch, kom ik. Nou, ik ja, zou het wie weet. Klaar. Nee, maar kijk, daar ging het gedichtje ook vooral over. Ik sta bekend als degene die altijd weer die slechte grappen maakt. Continu. Houd niet op. Ik zie hier mensen gewoon zeggen: ik ga zo zitten, want het is gewoon helemaal zo. Maar ja. Ja, maar dat is ook een reactie. Ik bedoel, als jij een grap maakt, doe ik ook een. Maar het is wel leuk. Maar kijk, ja, daar doen we het voor. Ja, dat zijn toch de goede grappen. Ja. Ja. Maar Daan, jij kwam gisteren zo'n beetje naar mij toe. Ik heb eindelijk
tekst geschreven waar ik wel zeker van ben en die ik wel wil doen. Want hij zou niet zelf een tekst ter gehore brengen, hij zou alleen presenteren. Maar ten eerste, hoe komt het dat je hier wel tevreden over bent en de rest niet? En Oh, dat is het? Even weg. Ja, misschien nog wel. Okay. Nou, het komt omdat ik heel kritisch ben. Hè? Je hebt het over regisseren en zo. Ik ben ook heel kritisch op anderen, sorry. Maar ook op mezelf. En als ik iets schrijf, dan moet ik het echt wel goed genoeg vinden om voor te dragen. En nou ja, dit was zo'n bepaalde insteek in eigenlijk gewoon wat ik ben. Dus dat ik dacht, nou ja, dat vind ik wel leuk om te doen. Nou, ik ben ook blij dat je het gedeeld hebt. Fijn. Dank je wel. Ja, we hebben nu, hoe zou ik het noemen? Hoe zou ik het gewoon niet noemen? Deze is voor Appeltje, zo heet het. En het is door Jasmijn. Ja. Jij maar. Wil je? Nee, doe maar niet. Oké. Microfoon, hoeft dat? Wat jij wil. Oké, mensen in de microfoon, kijk maar of je gebruikt. Nee, maar haal hem dan even eruit halen. Ja, zeker. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, een jaar geleden had ik een droom. En het was geen droom van ik wil later heel erg rijk worden. Ik wil heel erg gelukkig. Nee, het was een beetje een niet echt normale droom. Mijn droom was dat ik een goudvis had. En ik hoor jullie eigenlijk nu een beetje hardop denken. Waarom wil dat meisje een goudvis? Wat is er nou zo interessant aan een goudvis? Nou, het is eigenlijk heel erg simpel. Naast dat een goudvis gewoon super cool is en super leuk, vind ik dat een goudvis heel erg belangrijk is bij de opvoeding van een kind. Naast dat een goudvis je ontzettend gelukkig kan laten voelen als jij een goudvis krijgt als kind, dan ben je super blij. Je hebt eindelijk een goudvis, je hebt een huisdier. Daar mag jij voor gaan zorgen. Dat is al echt onwijs leuk. Naast dat je alles aan je goudvis kan gaan vertellen. Elk verhaal wat je meemaakt op school, hij zal altijd naar je luisteren. En wat ik ongeveer wel echt het belangrijkste vind, een goudvis leert een kind discipline aan. Je weet dat als jij... Ja, hij leert je discipline aan. Je weet dat als jij je goudvis 2 dagen geen eten geeft, dat je hem gewoon een enkeltje riool kan geven. Dan gaat hij gewoon dood. Daarom vind ik eigenlijk dus dat een goudvis heel erg belangrijk is bij de ontwikkeling van een kind. En nu moet ik dus eigenlijk wel met een beetje schaamte bekennen. Ik heb nooit een goudvis gehad. En daar zat ik dus eigenlijk best wel mee. Ja. Maar gelukkig kwam daar verandering. Ja. Want op mijn 16e verjaardag kreeg ik van een hele goede vriendin van mij een goudvis. En ze had hem niet meegenomen naar mijn verjaardag, dus ik moest hem eerst bij haar thuis komen ophalen in Bilthoven. En zelf woon ik in Vleuten. En naar Bilthoven gaan met het openbaar vervoer kost ongeveer 50 minuten. Ja, met wachttijd en zo. NS en... Maar in ieder geval, ik ging op een zondagmiddag met vol goede moed en enthousiasme, ging ik mijn goudvis ophalen. Dus ik ging naar dat huis. Ik kwam binnen en ik werd meteen naar de goudvis geleid. En ik stond daar en het was gelijk liefde op het eerste gezicht. Hoe hij zich door het water heen worstelde en hoe hij snakte naar adem. Dat greep mij zo aan. We hadden direct een band voor het hele leven. Nou ja, een kopje thee en een groot afscheid, want die vriendin die was al een beetje gehecht aan Appeltje. Zo heet de goudvis, Appeltje. Heb ik Appeltje meegenomen naar huis. En het was me een reis, het was een enorme reis. En we hebben ongelooflijk veel gedeeld samen. We hebben gepraat, we hebben dingen gezien. Ik heb hem dingen verteld over de reis, over dingen die ik zag. En we hebben zelfs ook nog een klein gesprekje gehad met de buschauffeur of die misschien iets voorzichtiger kon rijden, omdat ja, de kleine reiziger verpakt in 2 boterhamzakjes wel letterlijk een beetje op springen stond. Maar gelukkig, we zijn samen veilig thuisgekomen. En ik kwam thuis en toen liep ik tegen het eerste probleem op.
Ik had eten voor de vis. Ik had steentjes voor de kraai. Ik had plantjes voor de kraai. Maar ik had geen aquarium. En dat is wel een beetje belangrijk voor het onderhouden van een vis. Maar de visboer die had gezegd, weet je wat je kan doen? Je kan de vis ook wel even tijdelijk in een pan doen. Waar je pasta in kookt, waar je groenten in doet. Daar kan je hem best wel even in doen. Als je er gewoon water in doet, plantjes en wat vissenvoer, dan overleeft hij dat. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik pakte dus de grootste soeppan die wij hadden. Die pakte ik en die vulde ik met water. En daar deed ik Appeltje in. Nou, na een fotoshoot met Appeltje, na even met hem te hebben gepraat, een Instagram foto, je kent het wel, heb ik Appeltje mee naar boven genomen en heb ik hem wel rustig gezet. Nou, de volgende ochtend werd ik wakker en ik was nog steeds super blij. Ik had een goudvis en dat wou ik echt al heel erg lang. En ik heb echt ongelooflijk veel leuke momenten met Appeltje beleefd. Dus ik was gewoon nog heel erg blij van de vorige dag. En ik stond dus op met een goed humeur en ik dacht, nou, ik ga lekker beginnen met mijn ochtendritueel. Je kent het wel, even douchen, even aankleden, tandjes poetsen. Nou, dus ik was daar klaar mee. En ik deed mijn gordijnen open en ik zei, goedemorgen Appeltje! Maar ik bleef stil. Geen slettertje. Geen plukje. Daar lag een levenloos klein mormeltje op zijn zijde, dobberend over het wateroppervlak. Met zijn oogjes starend naar het oneindige plafond. Appeltje heeft die nacht niet overleefd. Die kleine 24 uur die ik met Appeltje heb beleefd, waren eigenlijk perfect. Appeltje heeft zijn taak als goudvis ontzettend goed voldaan. Ik heb me ontzettend gelukkig gevoeld. Ik heb ontzettend veel met hem mogen delen tijdens de reis. En zelfs de beruchte wc-scène, die mede mogelijk werd gemaakt door mijn broer, maakte zijn leven als goudvis compleet. Ik wil daarom ook graag een applausje vragen voor alle appeltjes die allemaal in het harnas zijn gestorven. Want zonder al die appeltjes zou niet alleen mijn droom, maar die ook van vele andere kinderen, niet uitgekomen zijn. En ook een simpele goudvis verdient soms ook wel eens een applausje. Daarvoor wil ik danken. Omdat ik, en tegelijkertijd dacht ik, ja, maar mag ik wel lachen? Mensen, nou serieus, maar het is een grap. Toen zei ik tegen jou, ik zal eens lachen. Toen zei ik, ja, maar dat is heel serieus. Ja, het is ook echt gebeurd. Dus. Ja, dit appeltje is niet fictief. Appeltje is echt een vis voor mij geweest. En ook één dag. Oh. Hij was er letterlijk één dag. Ik had hem 's middags opgehaald en de volgende ochtend was hij niet ready. Maar het is je enige goudvis geweest? Je dacht, ja, ik haat goudvis. Als iemand nog vissenvoer heeft in beeld, die heb ik niet. Ja, heeft het aan het voorgelegen misschien? Nou, nee. Van de pan. Dat is een beetje. Ja. Oh, ik vind het leuk. Ja, ik heb er weinig van gevraagd. Ik vind het bijzonder dat je... want je bent er echt pas net mee gekomen, hè, dat je hiermee zou doen. Ja, ik heb gisteren geschreven. Ja. Echt? Nou, het was gisteren geschreven. En weet je, andere mensen plannen zoiets week. En ik vind het echt heel knap dat je zomaar even zo'n verhaal hebt. Ik vroeg me nog wel af. Dit is een beetje een sketch, een verhaal, zoiets. Doe je dit meer? Nee. Wil je dit meer doen? Weet ik niet. Doe het. Dus ik kan gewoon een verhaal vertellen, toch? Ja. Nee, maar kijk de reactie van het publiek. Ik hoorde iedereen lachen. Ja. Ik was verrast. Heb je er ooit over nagedacht om comedian te worden? Nee, ook niet. Ik ben normaal niet zo grappig. Nou. Ik hoor hier naar de oude. Volgens mij zit er potentie in. Het is wel roerend.
Het ontroerend was goed. Ja. Ja. Hoe zit het met je opvoeding? Nou, is die geslaagd? Beter. Ja, Appeltje heeft meer bereikt dan mijn ouders in maar ik weet het wel hoor, het is weer geregeld. Nu komt... ik kan zo echt niet jouw naam uitspreken. Jean Cel komt nu. Ja, mag ik een applaus op de En die heeft iets, ik ga ondertussen zitten. Die heeft iets best wel bijzonders op papier gezet. Het is slagpoëzie. Ik kende het ook, ik kende het half. Voor de mensen die het niet kennen, nou ja, dit is slagpoëzie. En het heet Verontschuldigingen aan mijn perfecte geliefde. Ja, je mag. Ja, ik ben niet zo lang, dus we gaan het weer even regelen. Laat eens. Test. Ja. Verontschuldigingen aan mijn perfecte geliefde. Het spijt me, familie, dat jullie de eerste waren die helaas met mij opgescheept zaten. Zelfs met het besef dat er heel veel van mij werd gevraagd, kon ik de taken die ik had opgekregen nooit echt goed doen. Ik bedoel, het enige dat van mij werd verwacht was dat ik de perfecte dochter zou worden die mijn ouders al jarenlang gewild hebben. Door de juiste dingen te hebben, willen, te krijgen en natuurlijk nooit zelf beslissingen te mogen maken. Maar, mijn lieve familie, het treurt me het meest om te moeten zien hoe jullie worstelen met het feit dat de Heer mij al jaren geleden is verloren. En ik een zondig pad ben opgelopen waardoor ik de euforische schoonheid van zowel man als vrouw kan zien. Wellicht was ik nooit voorbestemd om geaccepteerd te mogen worden in zijn paradijselijk heiligdom. Wellicht is het bewijzen dat God daadwerkelijk fouten kan maken altijd al mijn enige functie of mijn enige taak geweest. Het spijt me jullie een uitzondering ter wereld hebben gebracht. Het spijt me, vrienden, voor de vele leugens die ik onbewust uit mijn mond liet rollen. Jullie pure, bezorgde zielen verdienden mijn slappe excuses voor het missen van feestjes en verjaardagen helemaal niet. Maar ik heb gewoon nooit een onderdeel willen zijn van jullie dagelijkse zorgen. Het helemaal uit willen pluizen van mijn ingewikkelde, kansloze gemoedstoestand werd samen met stress voor eventuele toetsweken de grootste bron voor jullie emoties. De uitgeveegde make-upstrepen op mijn wangen die een zoutig spoor achterlieten van eindeloze confrontaties hadden jullie eigenlijk nooit mogen zien. Maar helaas ben ik een opengeslagen boek, geschreven in het klassieke Latijn, voor velen leesbaar, maar voor zo weinig überhaupt te begrijpen. Het spijt me dat ik de vertalingen van mijn teksten jullie kant op schoof. Het spijt me voor malige geliefde dat ik een verschrikkelijk startpunt was met een heel erg gebrekkig einde. Men noemt het altijd mooi, het zien van de hoeveelheid tijd die in een passie gestoken kan worden. De complete overgave aan een abstract concept met een subjectieve betekenis. Eén woord van maar liefst 6 letters was meer dan genoeg om jaren van jouw leven te verkleuren met mijn melancholische verhalen.
onwetend werd je het eindproduct van mijn chemische reactie. Alle energie is verloren gegaan en de rest kan meteen weggegooid worden. Ik werd een gigantisch betonnen blok dat jij elke dag met ongelofelijke kracht heen en weer moest slepen. Maar je vond het niet erg. Waarschijnlijk omdat ik het beton had versierd met dezelfde koude leugen, geschreven in duizenden talen. Je morgens begonnen altijd met mijn ik hou van je's. Je middagen waren een stortpunt voor mijn vele ich liebe dich's. Te amos en natuurlijk mijn je t'aimes. Je vond het mooi om te luisteren naar mijn verloren dromen en onze vergeten beloftes wilden ons als enige samen. Het spijt me echt dat de gedachte van jou en mij misschien het enige was waar ik echt van moet. En natuurlijk, alvast, het spijt me eventuele toekomstige geliefde dat ik je op miraculeuze wijze voor me heb laten vallen. Dat de gedachte aan mij je leven binnensloop als de ongeduldige nacht die niet kon wachten op het aftreden van de schemering. Dat je meer van me zult verwachten dan ik eigenlijk ben. Dat je zult geloven in de waardeloze beloftes die ik zal maken. Dat je zult denken dat ik de hemel ben. Waar jij vrij rond zal kunnen vliegen. Terwijl ik in feite de vuile, vieze aarde ben die je botten zal breken wanneer je plotseling vergeet om met je vleugels te fladderen. Want, lieverd, de aarde lijkt zo zacht, het lijkt zo stevig, maar wanneer je er diep met je vingers in graaft en het in je palmen probeert vast te houden, zul je meteen merken dat het meteen verkruimelt en door de gleuven van je mooie vingers neer zal vallen. Spijt me. Want dat zijn waarschijnlijk de enige woorden die ik nog oprecht denk. Ik schrijf er een enorm gedicht over en dan is het klaar. Onder andere. Is dichten voor jou een uitlaatklep? Zeker. Schrijven in het algemeen. En even over dat slagpoëzie. Kun je weten, want dit is slagpoëzie. Maar wat maakt slagpoëzie slagpoëzie? Weet je dat een beetje? Ja, ik... Om heel eerlijk te zijn, weet ik het niet precies. Ik ken slagpoëzie ook al niet zo heel lang en ik ken het pas sinds een paar maanden geleden toen ik een filmpje op YouTube zag van een Amerikaanse slagpoëzie had geschreven. En ik weet niet, in principe was het gewoon een monoloog met een bepaalde doelgroep die hij dus op een beetje een literaire manier heel erg wou vertellen. En ik vond dat zo mooi, want je kan natuurlijk gewoon het spijt me zegt tegen iemand, maar je kan het ook op zo'n literaire manier vertellen. En dat vond ik heel erg aansprekend. Je gaat er heel erg diep op in, hè. Het is niet alleen maar het spijt me, het is echt op een hele rauwe manier. Ik bedoel, ik heb hier met kippenvel gezeten, waarschijnlijk heel veel mensen, publiek ook. Is er echt een specifieke reden achter dat je niet zegt, nou ja, het spijt me, want het ging ongeveer zo, maar echt heftig? Ja, om heel eerlijk te zijn is dit gedicht letterlijk geschreven uit mijn gedachten. Het is letterlijk mijn gedachten op papier. En ja, mijn gedachten gingen zo erg diep.
het was zo, ik vond het zelf ook heel bijzonder dat ik überhaupt een compleet verstoorde gedachte op papier kon zetten. En dat ik dit uit is gekomen. Nou ja, het spijt me dat je nu kippenvel hebt. Ja. Oh, sorry. Het is al. Nee, ontzettend veel gedaan. Dankjewel, Chancel. Onze volgende spreker gaat ook een eigen geschreven stuk schrijven. Amir, kom naar voren. Grote applaus voor je. Mijn gedicht gaat over de reis, dus de stap naar de groep 8 naar van de middelbare school. Folders en informatie zat en alle open dagen gehad, maar niemand die je kan voorbereiden op deze reis. Verdwalen, zoeken en steeds maar weer vragen, maar niemand die je kan voortrekken op deze reis. Rollercoaster van emoties, te veel indrukken, ervaringen en commoties. Maar niemand die je kan vertellen hoe het loopt. Van alles moeten, hoge verwachtingen en stress die aan je gaat wroeten. Maar niemand die je kan voorspellen of het lukt. Vallen, opstaan en anders kruipen. Maar niemand die voor je kan rennen. Groeien, vertrouwen en uiteindelijk opbloeien. Dat is de reden waarvoor je reist. Want dit is een reis. Dit is mijn reis. Dat... Dus het gedicht is, neem ik aan, persoonlijk. Ja. En dan zelfs de vraag, ben je ook iemand die vooral over persoonlijke dingen schrijft? Die wil er niet bij komen, die wil uiten? Dat klopt, ik zeker persoonlijk. Dit is voor mij meer algemeen, omdat heel veel kinderen dit natuurlijk meemaken. En dus ik dacht, laat ik het iets meer algemeen doen dan het zo persoonlijk voor mezelf. Ja, maar dat is heel mooi, want dat spreekt het ook een groep meer aan. Want jouw perspectief iets heel algemeens beschrijven, dat is heel mooi. Het is heel mooi geschreven, het is ook heel mooi voorgelezen. En nu heb ik even heel kort gehoord dat jij wel wat meer ook met voorlezen doet, of hebt gedaan. Wil je daar iets aan het publiek over vertellen? Nou, ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd Read to Me. En daar ben ik tot de nationale finale meegekomen. En ja... Daar hield het op eigenlijk. Ja, uit Utrecht, heel bewust Utrecht, was dat knap hoor. Zo. En dan lees je uit gewoon een boek geschreven door een schrijver. Tof. Ja. En nou, je zit nu nog in de eerste, sta je hier volgend jaar weer op de trainingavond? Als ik iets heel moois kan bedenken en kan samenstellen, dan denk het wel. Dus dan dat heb ik een vertrouwen. Dat is een ja. Laten we daar. Oké, groot applaus voor me. Nou, dan hebben we nu weer wat dichtjes. En iedereen, ik denk dat elke schrijver die hier nu op het podium heeft gestaan, die heeft zo'n boekje op zolder met gedichten die hij vroeger schreef. Sommige die zijn al zo lelijk als die Marjolein, weet achternaam niet meer. En sommige zijn leuk en waard om voor te dragen. En zo schreef Marten zo'n gedicht dat het waard was om voorgedragen te worden. Dat zij vroeger geschreven heeft. En nog een gedicht, maar daar gaat ze zelf het over vertellen. Ja? Nou, dit is het eerste gedicht. Dat schreef ik in groep 6. En het heet De Vlinder en de Spin. Ik zag eens een spin en een vlinder. En de spin vond zichzelf heel wat minder. De spin werd jaloers. Hij haalde zijn broers. En de vlinder vloog weg. En ze zei boos, nou zeg. Ze haalde haar zussen. Ze begonnen te klussen. Ze maakten vleugels van linnen voor alle spinnen. En ze vlogen samen weg. Dit is het tweede gedicht, dat heb ik recent gezegd. Het heet Haar Eigen Manier. Als de wereld leeg is, en toch is ze zo in grote gedachten verzonken, hoeveelste vol zou het dan in haar zijn?
en als het om haar heen stil is. Maar ze zich toch afsluit van het blijvende geluid. Hoeveel te luid zou het nog voor haar zijn? En als alles te snel gaat, maar dwalend in haar hoofd, neemt ze de tijd en wacht ze af. Hoe lang is dan te langzaam als ze toch iets heeft bereikt? Zoals iedereen dit afvraagt, nagaat, haar ontrafelt en zelfs eens om haar lacht. En maar niet doorheeft dat ze ondertussen onopgemerkt en eigenlijk heel stiekem op haar eigen manier heeft nagedacht. Sorry, ik moest heel even iets overleggen, want je mag natuurlijk niet persoonlijke vragen gaan stellen. Dus dat communiceerde ik even. Hoe ben je op dat eerste gedichtje gekomen? Hoe ben je erop gekomen? Dus hoe heb je het verzonnen in groep 6 en hoe heb je dat nu weer teruggevonden? Nou, ja, dat weet ik. Ik zat laatst te denken van, hoe kwam ik daarop? Want het is best wel lang geleden. Maar ik kwam er wel achter dat ik toen ook wel veel boekjes voorgelezen kreeg en las van Toon Teugen. En ja, ander soort gedichten, een ander gedichtenboekje. Het ook wel over diertjes gaat en zo. En ik denk dat ik dat gewoon heel leuk vind. Toen heb je eigen versie geschreven. Leuk. Dat denk ik. En ik heb ook, nog op misschien om te vertellen, een schilderijtje gemaakt daarvan. En dan zie je zo'n spinnetje. Zo allemaal spinnetjes met vleugels. En dan zie je ook heel romantisch naar de horizon. Ja, dat hangt nu bij ons op de wc. Leuk. En je hebt het nu weer ergens teruggevonden. Je kwam laatst kwam je gewoon weer tegen. Ik dacht als ik misschien, dat wel. Kun je een beetje zien van wat je doet. Maar je hebt wel een beetje een allesdoener volgens mij. Je filmt, je schrijft, je speelt toneel. Is er iets waarvan je denkt, daar wil ik echt mee door? Of doe je het allemaal een beetje als hobby? Of hoe denk je daarover? Nou, ik denk, ik zou het heel leuk vinden om wel iets met media, dus film of zoiets te doen. En ja, toneel weet ik niet zo goed, maar ik weet wel zeker dat ik wel later misschien in een theatergroep of zo, improvisatie, zoiets wil doen. Dat vind ik wel echt heel leuk. En schrijven, ja, dat denk ik, dat ga ik gewoon misschien af en toe ook weer in afgeving of zo. Ja, maar dat is ook leuk, want ik ontvang niet zo heel vaak iets van jou, maar als ik dan iets ontvang, denk ik, oh wow, dit is best wel mooi. En het is prima dat je dat dan gewoon af en toe sporadisch op je eigen tempo, is goed. Ja. Leuk, goed. Dankjewel. Ga lekker. Dan komen we bij het ene laatste voorbacht. En die is door Emma. Weer wat gedichtjes op eentje. En dan gaan we daarna even over praten waar die vandaan komt. Dat vind ik heel interessant. Allemaal wel een beetje moe zijn. Want soms dan vallen de oogjes toe, zijn de praatjes voor vandaag gemaakt, is het treuzelen zijn top bereikt, zo ongelooflijk sloom, och ik wilde weer de dromen om. Ik ben zo moe vandaag, zo traag, elk geluid is te hard, elke beweging is er één te veel, nee slaap is het enige wat ik wil. Nee, voor de komende 24 uur heeft mijn lachen vakantiedag. Mijn grapjes hebben plaatsgemaakt voor eindeloos veel ongezonde hapjes. Maar mijn denkvermogen ben ik, denk ik, vanaf dat onderweg naar school verloren. Al was het niet een boef die het van mij heeft gestolen. Och, wat ben ik moe. Nee, vandaag is er even niks meer dat ik doe. Ja, wat ik dus zo leuk, dus ik weet niet of iedereen dat leuk vindt. Maar Emma had nog wat gedicht en die zei, nou, misschien kan ik nog een paar doen. Toen zei ik, nou laat maar zien. Ze zei, nou heb je een laptop? Ja. Toen ging ze naar Nuovo, naar de schoolsite. Toen dacht ik, nou dat moet ik nou op je schoolsite, maar dat zal wel. Dus jij moet even een mapje PBS aanklikken. Gedicht, ik begreep er helemaal niks van. En toen bleek dat dit gedicht uit haar PBS komt, want haar gedicht stond bomvol met, haar PBS stond bomvol met gedichten. En dat vond ik heel interessant. Kun je daar iets over vertellen, over je PBS? Ja, nou, we moesten PBS maken en
Nou, dan moesten we in de vierde opgeven met groepjes en je moest kiezen. En wij wilden eigenlijk, in een groepje van drie, wilden we eigenlijk iets anders, soort ouders, anders niet met peer groups. Maar we moesten nog iets kiezen voor tot drie en dachten, nou, dan is dat ook wel leuk. We hebben het op de derde plaats of zo gezet. En het idee dat het andere jongen die ons in het groepje zat, heel goed kon tekenen, dat hij dat wel zou kunnen. Want het derde onderwerp was een stripverhaal maken. En nou, ze drieën, eentje kon mooi knutselen en mooi schrijven en eentje kon heel mooi tekenen. Maar er ging er niet vanuit dat we ook echt zouden krijgen. En toen, een jaar later, kregen we het dus. Alleen toen was de ene jongen die zo goed kon tekenen van school af en blijven zitten. Dus dat hield op. En toen moesten we dus heel creatief zijn. Dus hoe gaan we dit nu oplossen? En hebben heel lang gezocht naar iets van wat het wel is, zeg maar, een soort variant op een stripverhaal. Het kwam uit het boek Graphic Novel. Het zijn allemaal korte verhaaltjes dat ook uitgebeeld kan worden met slechts één verbeelding, zo'n foto. Of een soort collage en zo. Toen dacht ik van, oh ja, ik heb nog wel een paar verhaaltjes. En zij kan dat dan weer heel goed zo doen. Dus zo, allemaal verhaaltjes en gedichtjes. Met, door jou geschreven? Ja, wel samen ook. Samen ja, wel, ja. Dus, leuk. Heel erg leuk. Ja, wat ik ook leuk vind, maar daar heb ik dan geen vraag bij, maar dat wilde ik dan, ja, toch even gezegd hebben, dat je begon met gedichten, best wel over wat is echt en wat niet. En dan kwam je nu met zo'n heerlijk gewoon en lekker een simpel gedichtje. En die variatie vond ik heel erg leuk. Maar welke, daar heb ik toch een vraag bij. Wat trekt jou meer? Een beetje van dat iets filosofischer of iets hoger? Of toch dat hele zin? Nou, ik schrijf over het algemeen wanneer inspiratie heb en dat hogere en zo, dat schrijf ik meestal meer als het zeg maar als het me dwars zit. En dit soort gedichtjes schrijf ik tijdens de les als ik me verveel of naar dingen kijk. Deze boek schreef me al, ik waren allemaal heel erg moe voor mij, want ik heb een feestje gehad en dacht ik, oh, ik ben moe, ik wil eruit. En dan schrijf ik dat. Dus dat weet je, ligt heel erg aan de stemming. Leuk. Ja, dankjewel. Ja, is goed, prima. Ja hoor, ik heb het verstaan. We zijn bijna op het einde van de avond aangekomen, dames en heren. Nog één klein dingetje wat ik net een beetje ben vergeten te zeggen is, we hebben net Floor geïnterviewd en daar hadden we het heel erg over. Hij heeft een boek geschreven en dat is hartstikke leuk. Wat natuurlijk ook hartstikke leuk is, dat er nog iemand hier die vanavond heeft meegemaakt ook een boek heeft geschreven. Daar hebben we het even over gehad, dus dat wil ik toch nog eventjes aankondigen. Wil je misschien even zelf iets zeggen, voordat ik het zelf verkeerd heb. Jij, Nina, hebt ook nog een boek geschreven, ja. Laatst ooit. Ja. En dat... Kom even zitten. Ja, of anders kom je even erbij. Okay. Even kort. Ja. Ja, ja. Want dat is wel zo leuk. Ik bedoel, van dit soort gepubliceerde werken, dat houden we wel van. Jij had ook een boek geschreven. Ja. Vertel. Ik heb het boek Rood Licht geschreven en dat is op 2 januari 2015 uitgekomen. Dus dat is meteen een goed begin van 2015. En dat is 2 jaar geschreven. En het gaat over een meisje en dat meisje hoekt op topniveau. En dan wordt ze aangereden om vrachtwagen en raakt ze in coma. En uiteindelijk, en de dokters zeggen dat ze het of niet zal overleven, of als ze zou overleven, ze een zwaar gehandicapt zou raken. En ze overleefde, maar ze wil weer op topniveau komen. En ja, misschien lukt het weer, misschien niet. Dit weer een heftig verhaal met een cliffhanger, dus mocht je nou geïnteresseerd zijn in het verhaal, weer sluikreclame. Dan nogmaals, nog één keer de titel van je Rood Licht. Waar kan die, want het is een speciale, het is een speciale boeken scout, toch? Ja. Vertel daar even over de uitgever. Boek Scout Jo is een boeken uitgever voor kinderen speciaal. En die geeft je boek gratis uit. Je doet wel vrij veel zelf. Je moet alle correctierondes zelf doorlopen en het is voor kinderen tot en met 14 jaar, 15, 16, 16. 16 jaar. En dan mag je je boek daar uitgeven en zij geven je boek gratis uit. En je krijgt je eerste exemplaar gratis en je krijgt 10% van de winst die de rest die je hebt gemaakt. Dus mocht een van jullie nog 16 zijn en een boek willen uitgeven, dan is dat dus mogelijk. Leuk? Goed, dankjewel. Fijn dat je nog eventjes hebt. Wil ik eigenlijk bijna de avond afsluiten. We hebben als afsluiter van de avond nog een muzikaal stukje wat voor jullie wordt opgedragen. Zonder enige aankondiging, maar u gaat het zelf wel merken. Yes?
up by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting old and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Somewhere only. Afsluitend praatje doen, ga ik dus wel doen. Ik weet niet wat er gebeurd is. Het duurt nu al lang dus. Want ik wil toch eigenlijk even nog wel een bedankje doen. Ten eerste voor Bernard en voor Margreet die om te beginnen en andere docenten een topgroep bij elkaar verzameld hebben en door het hele jaar heen steeds, oh maar wacht, ik weet nog wel iemand en ik weet nog wel iemand. En zo heb ik allemaal talenten leren kennen die ik helemaal niet kende. En natuurlijk alle schrijvers, heel erg bedankt voor de inzet en hoe we op Facebook in die groep met elkaar tekst zijn omgegaan. Nou, dat is bewonderenswaardig. Dus dat vind ik heel erg fijn. Sommige docenten hier op school zeggen, Carlijn, je moet een keertje oprotten. Anderen zeggen, wil je misschien volgend jaar, jawel, wil je misschien volgend jaar nog een keer zoiets doen? Dus ik sluit niks uit, we zien het wel, maar mocht het gebeuren, tot volgend jaar. Een groot applaus voor Carlijn die ons toch nog met alles heeft geholpen. Dat vind ik toch wel echt heel waard. Groot applaus voor ontzettend bedankt dat u bent gekomen. Margreet wil denk ik nog iets zeggen. Ja, ik wil even alle schrijvers een pen geven. Ja. Voor het Literair Café als aandenken, maar ook als stimulans om gewoon door te schrijven. Want het is echt geweldig wat jullie doen. Dus iedereen krijgt zo'n pen, ik ga ze nu geven. En ik wil nog even een applausje voor ik het vergeet voor Jari Senhorst die hier... Dames en heren, dat is dan het einde van de avond. Dus ik hoop dat u ervan heeft genoten. En ik wens u allemaal nog een hele prettige avond. Gaat het tot ziens. Ja, absoluut.